gaan leerlingen in de brugklasse helpen zichzelf te overtreffen. Alle leerlingen hebben natuurlijk hun intelligentie bij zich. En daarnaast kan de school ook nog heel veel andere dingen doen. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat leerlingen er zin in hebben om naar school te gaan en om een prestatie te leveren. En daarnaast kunnen we kinderen leren hoe ze moeten leren. En dat leren, dat is heel belangrijk. Twee dingen zijn daarbij belangrijk. Dat we leerlingen leren hoe ze hun eigen leergedrag kunnen aansturen en kunnen monitoren, dus in de gaten houden. Als je in de brugklas komt vanaf de basisschool, dan is er natuurlijk heel veel anders. Je hebt 30 nieuwe klasgenootjes. Je hebt straks voor elk vak een andere leraar, zo'n 15 in totaal. Elk uur ga je naar een ander lokaal. Het is een nieuw gebouw, wat in het begin misschien een klein beetje een doolhof is. In de kennismakingswijk proberen we ervoor te zorgen dat alle leerlingen zo snel mogelijk zich weer op hun plek voelen, weten waar ze aan toe zijn. En dat ze een goede start maken. Het is echt heel anders dan de basisschool. En ja, ik vind het ook leuker dan de basisschool, want hier is, ja, het is anders en je maakt veel meer mee. Je hebt ook andere docenten. En docenten zijn ook aardig. Ja, het was vooral, het werd steeds makkelijker. Zeg maar maandag, toen had je dat soort lessen, dinsdag had je dat soort lessen. Maar uiteindelijk gaat het gewoon vanzelf. Je loopt gewoon naar het lokaal toe, zonder dat je er eigenlijk nog meer nadenkt. En wat ik de groep achters zou willen meegeven, voor wat betreft de schoolkeuze. Nou, eigenlijk is het heel simpel. Kies een school die bij je past. En ja, dat wij dat natuurlijk zijn, dat is wel voor de hand liggend. Ik wens iedereen in ieder geval een hele goede keuze daarin.